Bij ons op school werken wij niet met een schoolbel. Ouders komen hun kinderen in de klas afzetten, dus wij hebben eigenlijk daar geen schoolbel nodig. Wat heel fijn is, want dan zie je de ouders nog eens en dat contact is heel belangrijk. Dag Anna. Een schoolbel is heel dwingend en die luidt op het moment dat ze ingesteld is. Terwijl wij kunnen bekijken, is de concentratie nog goed en werken we 5 minuten verder. En dan geven wij aan wanneer de les gedaan is. En 5, 4. Wat wij doen is, wij gaan met onze kinderen naar waar wij willen spelen. En op het moment dat de speeltijd afgerond is, geven wij een ritmische klap. Ze hebben de verantwoordelijkheid om te spelen waar ze mogen spelen. Dat is waar ze ons zien en waar ze de klap horen. Wij zitten in een park, wat maakt dat werken met een schoolbel niet zo handig is, omdat wij veel buiten spelen en ver weg van het schoolgebouw. Maar zelfs in het schoolgebouw levert het eigenlijk heel veel voordelen op en is het aangenaam werken zonder.